Connect. Hier is weer een nieuwe video met een les van Hey Soul Sister op ukulele. Hey Soul Sister van Train, eigenlijk een super makkelijk nummer. Het origineel wordt een stukje hoger gespeeld dan dit. Maar het is een makkelijk nummer om mee te beginnen. Je speelt eigenlijk de makkelijke akkoorden C, G, A minuur en F. En dat zijn ze. Ik ga ze gauw met je doornemen, daar gaat ie. We spelen een C-akkoord. C maak je door je ringvinger op het derde vakje te zetten van de onderste snaar van de A-snaar. En dat ziet er zo uit. De G die maak je als volgt. Je middelvinger op het tweede vakje van de vierde snaar. Je wijsvinger op het tweede vakje van de tweede snaar. En je ringvinger op het derde vakje van de derde snaar. Dan heb je de G. Het A-mineurakkoord maak je door je middelvinger op het tweede vakje van de eerste snaar te zetten. En de F die maak je door je middelvinger te laten staan en je wijsvinger erbij te zetten op op de eerste vakje van de derde snaar. Oké, dat waren de akkoorden. Nou, in het liedje speel je eigenlijk deze akkoorden alleen maar. Je kunt ze natuurlijk op een makkelijke manier gaan spelen door ze gewoon eerst maar eens even te oefenen. Van your lipstick stains on the front lap of my left side brain. Nou, zo zou je het liedje eigenlijk helemaal door kunnen nemen. Het couplet. Je speelt eerst C, dan ga je naar G, dan naar A mineur, dan naar F. En het tweede regeltje is bijna hetzelfde als het eerste regeltje. Speel je weer C, speel je G, A mineur, speel je weer F. En dan speel je een G ertussen door. En het derde regeltje is weer hetzelfde als het eerste regeltje. En het vierde regeltje is weer hetzelfde als het tweede regeltje. Goed, dan gaan we naar het refrein. Het refrein begin je met F. Hey soul sister. Dan ga je naar G. Ain't that mister. C, G, F. G, C, G, F. Soul sister. I don't wanna miss a single thing you do. G. En dan heb je hier even een rust of dan sla je hem zo van. Tonight. Dan gaat hij weer terug naar C. Dat is de volgorde van de akkoorden voor het refrein. En dan gaan we nu natuurlijk even kijken naar hoe je het moet spelen. Wat doe je met de rechterhand? Nou, daar ga je als volgt mee aan de slag. Daar speel je neer, neer, op, op, neer, op. Speelt maar eens heel eventjes mee, daar gaat hij. Maak maar een C. Neer, neer, op, op, neer, op, neer, neer, op, op, neer, op. Nou speel je het strumpatroontje twee keer voordat je wisselt van akkoord. Dus we gaan nou even C, G, A minuur en F en dan weer terug naar C spelen. Daar gaat hij. Twee keer het patroon. Dus daar gaat hij. 1, 2, 3, 4. C, neer, op. Nog een keer. C. Nu naar G. A mineur. F. Terug naar C. Oké. Alleen het moet natuurlijk veel sneller, want zo kunnen we er niet overheen zingen. Dus we gaan eventjes samen proberen om de snelheid te verhogen. Daar gaat hij. 1, 2, 3, 4, C, neer, op, neer, op, neer. Nog een keer naar C. Thank you.
Ik hoop dat het lukte met je, dat je met het tempo mee omhoog kon gaan. Als het nou niet gelukt is, wil je dan eens eventjes de video stilzetten en nog eens eventjes gaan proberen. Want dit is het tempo waar je naartoe moet eigenlijk. Dus probeer dat, dat tempo te gaan spelen. Nou, eigenlijk is het voor de rest niks anders dan het spelen van een couplet en een refrein en een couplet en een refrein. En het wisselt zich gewoon af in de volgorde. Ik ga één keer het couplet spelen en één keer het refrein. En dan kun je meespelen. En het liedje beslaat natuurlijk wat langer. Maar dat laat ik dan aan jou om lekker thuis verder te oefenen. Daar gaat ie. In een snel tempo. 1, 2, 3, 4, 2. Hey! Dat was de les van vandaag. Ik hoop dat je deze video leuk hebt gevonden en dat je het nummer leuk vindt om aan te pakken. Als je nou zoiets hebt van, hey, ik wil meer van dit soort lessen, kijk dan eens even op mijn website www.ukulele4u.nl. En als je zegt, nou ik vind het wel leuk, maar het gaat me iets te snel en ik wil wat rustiger stapjes nemen, kijk dan eens even hier beneden, want daar heb ik een download link staan van mijn gratis cursus die je daar kunt downloaden. En dan gaat het in hele kleine stapjes, ga je ukulele leren spelen. Nou, als je het leuk vond, wil je me dan even een duimpje geven en abonneer me hier beneden onder aan bij mijn kanaal. En dan zie ik je de volgende keer weer met het volgende filmpje. Groetjes, doei!